Laten we dan maar beginnen bij iemand die altijd op televisie komt als er iets is met digitale veiligheid. Hij is niet alleen lid van de Cybersecurity Raad en ook voorzitter van de Raad van Advies van Bits of Freedom. We kennen hem vooral als de hoogleraar Computer Security aan de Radboud Universiteit. Dames en heren, een hartelijk applaus voor Bart Jacobs. Bart, welkom hier. Gisteren hebben we je nog gezien in e-Port, dat was ook wel leuk. De nieuwe Nationale Cybersecurity Research Agenda werd gepresenteerd, daar was Bart bij. We hebben sowieso een hele week vol met cybersecurity dingen. Dus je hebt een drukke week gehad. Nou, ik ben blij dat je toch hier bent. Maar laten we het even concreet maken. De politie mag hacken. In het voorstel. In het voorstel, als dit doorgaat. Ja. Wat gaan ze dan concreet doen? Ja, dat moet je aan de politie vragen natuurlijk. Maar in principe geeft deze wet de politie bevoegdheid tot het binnentreden van computers, dus tot het plegen van computervredebreuk, zoals het in de wet heet. Dat is iets wat wij gewone stervelingen niet mogen, maar volgens deze wet de politie wel. Dus nou ja, als de politie iets mag wat anderen niet mogen, ja, moet je toch even goed over nadenken, denk ik. Is dat geautomatiseerd werk? Dat is gewoon computers? Ja, dat heeft mij ook altijd verbaasd. Maar goed, ik ben geen jurist. Waarom ze dat geen computer noemen, is mij nooit duidelijk geworden. Nee. Maar praktisch gezien, hacken, hoe gaat dat? Je gaat naar een website toe en je vult wat code in, of je gaat wachtwoorden kraken. Wat zijn de praktische middelen om zoiets te doen? Hoe dat gebeurt? Nou, de meest standaard manier is eigenlijk mensen te verleiden door iets verkeerds te doen. Hmm. Dus je stuurt ze een mailtje met een besmette bijlage, of je weet ze naar een website leiden waar stiekem iets mee gedownload wordt en wat die computer infecteert. Of mensen die toevallig een USB-stick oprapen die besmette software bevat en die dan in hun computer steken. Ja. Dus je moet het er voor een gedeelte van hebben dat mensen iets fout doen. En verder moet je gebruik maken van bestaande zwakheden in systemen die al of niet bekend zijn. Ja. Okay, want de metafoor wordt vaak gebruikt van je betreedt een huis, hè, dan moet je de deur intrappen of zo. Klopt die metafoor wel als je het hebt over computers? Maar in zeer beperkte mate. Maar dan gaan we meteen de diepte in wat dat betreft. Doe dat. Kijk, als de politie een huiszoeking doet, dan moet er altijd iemand van de rechtercommissaris bij zijn. De huiszoeking duurt relatief kort, hè? Dat is een paar uur, ik weet niet precies. Misschien kan dat wel eens een dag duren of zo. Ja. Maar als het gaat over intreden van een computer van iemand anders, dan wordt daar software geïnstalleerd die misschien wel maanden daar draait. En in het wetsvoorstel is ook wel voorzien dat er een rechtercommissaris meekijkt. Mm-hmm. Maar in de digitale wereld is dat natuurlijk een heel stuk moeilijker. Ja. En ik kan me voorstellen dat de rechtercommissaris misschien meekijkt over de schouder bij een van de handige mensen van het team High Tech Crime die dat waarschijnlijk moeten gaan installeren. Mm-hmm. Maar ja, wat dan? Ja, u drukt nou op return. En dus is het goed? Ja, dit is misschien wel goed, maar misschien is het ook niet goed. Kijk, je moet die software die dan geïnstalleerd wordt bij een verdachte. Mm-hmm. Het is wel even goed te zeggen verdachte, want u spreekt steeds over criminelen. Maar dat moet nog bewezen worden, daarom zijn ze daar, sorry. Ja. Het zijn vooralsnog verdachten. Het is heel moeilijk om van tevoren van software vast te stellen wat die doet. En grootste zorgen bij dit wetsvoorstel die ik heb, die richten zich op de privacy-inbreuk. Maar ook, en dat is misschien een fundamenteler punt, de integriteit van de rechtspleging. Mm. Want als de politie een verdachte in de gaten houdt in de fysieke wereld, is daarbij altijd impliciet wel het idee dat de politie passief optreedt. Nou, dus alleen observeert. Nou, als je eenmaal die digitale wereld binnenstapt, is dat verschil tussen actief en passief heel moeilijk te handhaven. Mm. En kijk, ik verwacht dat heel veel advocaten, in geval dat een cliënt beschuldigd wordt op basis van bewijsmateriaal verkregen via deze bevoegdheid, dat die advocaat kan zeggen, ja, maar dat heeft de politie er zelf neergezet. Oh. En de vraag is dan, natuurlijk zal dat in heel veel gevallen een flauwekul argument zijn, en ik wil de integriteit van de politie hierin niet een punt van de discussie maken. Maar het vragen is wel, kan de politie zich hier adequaat tegen beschermen tegen dit soort beschuldigingen? Ja. En
Het is dus heel moeilijk als je de wetgeving introduceert waar dit soort grote risico's in zitten. Hoe ga je hier nou mee om? Nou, vanuit mijn vakgebied kun je zeggen, nou ja, je moet secure logging gaan doen. Ja, ja, maar dat is heel moeilijk op een apparaat. Want iedere hacker zal direct logs aanpassen. Ja, want secure logging is dat het gewoon bijgehouden wordt wat je doet. Ja, precies. Dus er moet een zodanige log op een systeem bijgehouden worden wat 100% onder controle van de politie is, dat een advocaat later ook kan zeggen, inderdaad, die software heeft alleen maar dat en dat gedaan en niet stiekem nog dat mailtje verstuurd of weet ik wat allemaal. Ja, stil voor ongeluk. Hoezo per ongeluk? Als bijvangst. Ja. Bedoelt u dat? Dat kan. Ja, dat kan. Dat kan. Ja. Oké, dus de metafoor met dat huis, dat gaat niet op, omdat die deur die blijft eigenlijk open. Of je weet eigenlijk niet of die open staat of niet. En er worden ook nog ziekte kiemen verspreid in het huis en ondertussen staat de achterdeur open. En het wordt niet meer dicht gedaan. En dus het punt van controle vind ik heel fundamenteel hierin. Ik begrijp zeker, en dat wordt ook wel duidelijk uit het voorafgaande filmpje, dat de noodzaak hoog is om hier wat aan te doen. Het is wel in zekere zin een experimentele wet, zou je kunnen zeggen. Want de politie weet natuurlijk zelf ook nog niet precies hoe dit uit gaat pakken. Dus punt 1 wat ik zou willen voorstellen is dat het een wet wordt, als die aangenomen wordt, waar een hele duidelijke horizonbepaling op zit. Okay. Van dit, de politie krijgt deze bevoegdheid voor laten we zeggen, 5 jaar. Na 4 jaar wordt het uitgebreid geëvalueerd. En als het niet echt bijdraagt, nou ja, dan weg ermee. Dan, dus de efficiëntie van wetgeving, waar we het wel gisteren ook nog over hadden, is daarmee een punt. En een ander punt, die controle hecht ik toch wel heel sterk aan, is kijk, het argument van de politie is altijd, wij worden gecontroleerd door de rechter. Wij moeten uiteindelijk onze zaak publiek maken en aan de rechter uitleggen dat dit verantwoord is wat wij gedaan hebben. Nou, in de praktijk is die controle maar heel beperkt. Ja? Omdat er natuurlijk maar heel weinig uiteindelijk voor de rechter komt. De rechter moet bijvoorbeeld wel een tapbevel tekenen, maar heeft er vervolgens heel weinig zicht op hoeveel er daadwerkelijk getapt wordt. Tapverslagen komen ook maar beperkt in de rechtszaal. Verder heeft Nederland geen traditie, vind ik, dat rechters op technisch gebied erg doorvragen. Wat heeft de politie gedaan? Ik heb dadelijk, als u wil, nog een voorbeeldje met betrekking tot stille sms. Dus ik vind eigenlijk dat als de politie op dit gebied zulke vergaande bevoegdheden wil hebben, moet dat gecompenseerd worden door extra controle. En wat ik zou willen voorstellen is dat, als dit dus inderdaad doorgaat, dat de politie ook onder het regime komt van de CTIVD. De CTIVD? De CTIVD is de Commissie voor Toezicht op de Inlichting en Veiligheidsdiensten. Die controleert de AIVD, die politie, of die dienst, de CTIVD. Kan op ieder moment bij de AIVD of de MIVD naar binnen lopen. Zeggen we willen dit onderzoek zien. Waarom doet u dat en dat en dat? En legt u me dat maar eens uit. CTIVD schrijft daar rapporten over. Die rapporten zijn openbaar. Omdat het zo'n gevoelige materie is, moet je wel erg tussen de regels doorlezen. Maar die commissie heeft zeker wel invloed. Ik zag niet zo lang geleden een voorbeeld van die commissie die bijvoorbeeld bij de AIVD zei van u heeft een tap lopen op deze personen zien wij. We zien dat u zo'n grote achterstand heeft met de vertaling van deze tabs. Stoppen ermee. Okay. Kijk, dat is heel operationeel ingrijpen op dat niveau. En ik kan me voorstellen dat bij zo'n hackbevoegdheid ook zo'n soort commissie in een aantal van die gevallen, misschien tijdens de operatie of achteraf kan zeggen, laat nou eens even precies zien wat jullie gedaan hebben. Ja. Want een rechter ziet dat niet. Nee, zo werkt het systeem op dit moment niet in Nederland. Nee. Ja, want zoals het nu in elkaar gezet wordt, je hebt dan een rechtercommissaris moet toetsen of het allemaal gegaan is. En mensen als Lodewijk, die gaan op het moment zelf ook kijken van wat jullie nu doen. Ja. Maar wat is dan het verschil met deze commissies? Dat die per willekeur kan induiken? Ja, zeker. En veel onafhankelijker is. De mensen van het CTIVD worden in principe, ik geloof door het parlement benoemd. Kijk eens aan. En daar zitten vaak wel mensen met een oud, op dit moment rechtelijke of OM, politie geschiedenis. Maar bijvoorbeeld Kees Vasseur, die historicus, die boek over Wilhelmina geschreven heeft, is ook lid geweest van de CTIVD. Dus daar zitten ook nog wel eens buitenstaanders in die daar met een frisse blik naar kunnen kijken. Okay, dus als het dan nog bezuinigd wordt op de AIVD, dan kunnen ze daar in ieder geval nog aan de slag. Nee, want dan zouden ze hun eigen vlees keuren. Ja, inderdaad, dat doen we dan maar niet. Goed, dat zou kunnen. Maar stel de wet gaat niet door.
En we blijven een beetje knoeien met wat we nu hebben. Ja. Zijn de alternatieven? Dus bijvoorbeeld met botnetbestrijding. Al die computers die zijn besmet. En het is toch wel mooi dat de politie dan kan ingrijpen. En gewoon dingen kan stopzetten. Ook bij dat ingrijpen vind ik dat je ook weer een onderscheid tussen twee zaken kunt maken. Ik heb hier eerder een artikel opgeschreven in het Nederlands Juristenblad. Waarbij je denk ik een onderscheid kunt maken tussen verstoring en opsporing. En het is met name het gebruik van lawful intrusion, wat ik trouwens een veel betere woord vind dan terughacken. Want terughacken is zo'n framing, hè? Alsof de politie de rug tegen de muur staat, slecht, omringd wordt door allerlei vervelende hackers en dan eindelijk iets terug mag doen. Het is net zo'n vorm van framing als het sociaal leenstelsel. Het leenstelsel is helemaal niet sociaal wat eraan komt, maar door het sociaal te noemen lijkt het alsof het in één keer wel acceptabel is. En lawful interception, hoe zouden we dat vertalen? Van lawful intrusion. Oh, gelegitimeerde binnendringing of zo. Ja, wettige computervredebreuk. Wetmatige computervredebreuk. Ja. Maar in het Engels wekt het toch net even iets lekker. Maar dan ben ik mijn draad bij. Ja, dus wel verstoring, maar geen daar wilde ik net op afluisteren. Ja, dus kijk, heel veel van de voorbeelden die genoemd worden, kun je een heel eind komen met verstoren. Verstoren wat de verdachte in die situatie doet. Als er een hevige DDoS-aanval plaatsvindt. Dat komt van waar ook ter wereld. Ik geloof niet dat het realistisch is om de ambitie te hebben die mensen nou op te sporen in Nederland en hier allemaal in de gevangenis te willen gooien. Je wilt dat die aanval stopt. En als je dat hacken, die computervredebreuk inzet voor die verstoring, kom je alleen voor die verstoring, dus niet voor opsporing, kom je ook niet in dat dilemma terecht van, ja, heeft de politie dat nou wel of niet neergezet? Ja. Dus ik denk, ik ben helemaal geen watje in dit soort dingen hoor. Sommige dingen moet je echt stevig aanpakken als het over deze kinderporno gaat. Voor een groot gedeelte, wat er ook gebeurd is ook echt verstoren. Ja. Die server uit de lucht halen en uiteindelijk kom je er dan achter dat het iemand uit Armenië was of is geweest. Ja. Nou ja, vette pech. Ik weet niet of wij nou zulke gevaarlijke bevoegdheden moeten invoeren om mensen uit Armenië hier te kunnen vervolgen. Ja. En voor de cybercriminelen die in Nederland actief zijn, zijn er volgens mij al behoorlijke bevoegdheden om nu in te grijpen. Ja, want we hadden al notus- en takedown-procedure. Ja. Dan kun je dus zeggen van die site moet op zwart. Wat is het verschil daarmee dan? Sorry, we hebben al een notus- en takedown-procedure. Maar notus- en takedown is natuurlijk wel van een hele andere orde. Het gaat over aanstootgevend materiaal bijvoorbeeld. Ja. En dat is los, het staat los van... Dat werkt niet bij dit soort criminaliteit. Nee. Okay. Ik vind het eerlijk gezegd toch van een andere orde. Ja oké. Okay. Goed, hey, Astrid, ik kom even bij jou. Nou, een beetje techneut onder elkaar, dat is ook wel eens leuk. Heb jij nog een vraag aan Bart? Nou ja, waar ik zelf mee zit, want wij zitten natuurlijk met deze hele wetgeving, die ik toen ik hem voor het eerst hoorde, echt tegen alles indruist waar ik in geloof. Inmiddels na een jaar in het onderwerp verdiepen, kom ik erachter dat het eigenlijk al gebeurt, maar zonder wetgeving. Dus op zich is dat, want ik weet niet hoe, tenminste dat is wat ik dan begrepen heb uit alle gesprekken die ik heb gevoerd. En mijn vraag is dan inderdaad, heb je dan liever dat er gewoon op een gegeven moment een soort van regulering komt? Of zeg je van, nou ja, wat er nu gebeurt, dat moeten we zien te stoppen? Op welke manier dan ook? Ik vind dat een beetje een gevaarlijk argument om te zeggen, in de commerciële sector gebeurt het al. Als er in de commerciële sector kinderarbeid plaatsvindt, gaan we ook niet zeggen, dat moet de overheid ook maar doen. Ik vind dat je hier best enigszins normerend in op kan treden. Maar nogmaals, die verstorende bevoegdheid, dat is toch al een stevige bevoegdheid waar je volgens mij een heel eind mee kunt komen in dit soort zaken. Maar ik vind dus doodeng door de opsporing in dit kader. Ja. Goed, we gaan wel weer door naar de volgende. Heel goed. Maar ik wil je natuurlijk eerst even hartelijk bedanken voor je bijdrage. Ik hoop je ook graag weer terug te zien bij Tech Talk Late Night. Applaus voor Bart Jacob. Dankjewel.